Het warm-up van vandaag is 3 rounds van quality van 10 kettlebell deadlifts, 10 kettlebell squats en 10 kettlebell strict presses. Bij de kettlebell deadlift begin je rechtop met de kettlebell tussen je voeten. Vervolgens pak je de kettlebell op met een neutrale rugpositie en daarna sta je op met de kettlebell in je handen en kom je helemaal rechtop met je schouders naar achteren in de eindpositie. Vervolgens zak je met een neutrale rugpositie naar beneden en tik je de kettlebell tussen je voeten aan. Je schouders zijn dan een soort van voor de kettlebell in de beginpositie. Bij de goblet squat is het belangrijk dat je ellebogen in frontrekpositie zijn. Je handen heb je onder de tas en de tas is dan voor je gezicht. Je begint vervolgens helemaal rechtop met je lichaam. Vervolgens zak je in je squat waarbij je voeten op ongeveer schouderbreedte staan. Je schouders trek je goed naar achteren zodat je borst op blijft en je knieën doe je goed naar buiten als je omhoog komt. Zorg ervoor dat je gecontroleerde reps maakt. De goblet squat kan natuurlijk ook met een kettlebell. De kettlebell is voor je gezicht en je ellebogen zijn hoog. Je zorgt dat de bolle kant van de kettlebell omhoog is en je maakt van je vingers een pistooltje. Vervolgens zak je weer onder 90 graden en hou je je borst goed omhoog. Bij de kettlebell strict press begin je met de kettlebell voor je. Vervolgens duw je armen omhoog en lok je armen en duw je hoofd ietsje door je armen heen. Zorg ervoor dat je continu elke keer beweegt. De workout van vandaag is een 10 minuten MRAP van 9 kettlebell deadlifts, 6 alternating kettlebell cleans en 3 kettlebell push presses. Bij de kettlebell deadlift begin je rechtop met de kettlebell tussen je voeten. Vervolgens pak je de kettlebell op met een neutrale rugpositie en daarna sta je op met de kettlebell in je handen. En kom je helemaal rechtop met je schouders naar achteren in de eindpositie. Vervolgens zak je met een neutrale rugpositie naar beneden en tik je de kettlebell tussen je voeten aan. Je schouders zijn dan een soort van voor de kettlebell in de beginpositie. Bij de kettlebell clean begin je rechtop met de kettlebell tussen je voeten. Vervolgens zak je naar beneden met een neutrale rugpositie. Daarna maak je je armen lang en trek je de kettlebell met een mooie high pull beweging naar boven tot ongeveer borsthoogte. En ongeveer bij je borst maak je de catch. Dat betekent dat je elleboog onder de kettlebell gaat en de kettlebell in je kommetje eindigt met je elleboog hoog. Zorg ervoor dat de kettlebell rustig in je kommetje eindigt. Dit doe je door niet te vroeg aan de kettlebell te trekken en je elleboog weer rustig onder het gewicht te duwen. In de eindpositie heb je gestrekte knieën, heupen en enkels. De kettlebell cleans doe je alternating, dat betekent om en om qua hand. Bij de kettlebell pushpress begin je met de kettlebell in je handen. De bol van de kettlebell is boven en je hebt de kettlebell aan het handvat beet. Je vingers zijn dan een pistooltje en wijzen omhoog. Vervolgens maak je een rechter rit naar beneden, kom je explosief met je heup omhoog, waardoor je je benen en armen strekt. Als de kettlebell boven is in de eindpositie, zijn je heupen, knieën en enkel gestrekt en zijn je armen gelokt. Als je dan naar beneden zakt, maak je je volgende herhaling vanaf de frontrekpositie. Je hoeft dus niet weer terug naar de grond. De cooling down vandaag is 20 cat camels. Zorg ervoor dat je deze beweging heel erg gecontroleerd uitvoert. Dat betekent dat je wervel voor wervel gaat werken. Je begint met je boven- en je onderrug helemaal bol te maken. Je kin is op je borst en duw je schouders omhoog. Vervolgens duw je je onderrug, bovenrug en je schouders hol en dus je hoofd in je nek.